Daar is die. En daar zijn we weer. Het is donderdag 20 mei. En het is weer tijd voor een nieuw live streampie. Goed. Ja, het waren twee wispelturige dagjes de afgelopen dagen. De mensen, ja, vooral de beginners die nog nooit zo'n flash crash mee hebben gemaakt. Ja, die waren in paniek. Snap ik. Het is nieuw. En daar zijn we ook voor als kanaal zijnde. We hebben geprobeerd gisteren. Chris zei, ik ben in de buurt van het kantoor. Zal ik even langsrijden? Even een updateje eruit gooien? Ja, doe maar. Werd goed ontvangen, is ook belangrijk, vinden wij ook belangrijk dat de mensen toch een beetje ja, wegwijs gemaakt worden. Uiteindelijk ben je natuurlijk zelf verantwoordelijk voor je eigen keuzes. En ik zag al wel dat een aantal mensen wat bijgekocht hadden en die nu blij waren. Ja, maar weet je wat het ook is? Kijk, weet je, wij hebben dit soort niet in deze orde grootte, maar soortgelijke crashes hebben wij al meegemaakt. Dus dan raak je eraan gewend. Ook in deze orde grootte, maar die zijn er niet altijd. Ik dacht gisteren... Ik was wel overvallen door de prijsactie, maar ik was geen één moment in paniek. Ik was niet onrustig en ik denk, het komt niet meer goed, Bitcoin stort in. Ik denk wel, waar houdt het even op, want het gaat nu snel. Ja, nou, ik zie in de chat al staan welke crash. Ja, enigszins snap ik die beredenering, maar als we een week terugkijken, zijn we 50% gedaald. Ja, dat is serieus. Maar ondertussen zijn we 40% hersteld. En dat klinkt heel leuk. En dat is ook een flinke bounce. Maar om terug te komen waar we vandaan kwamen, hebben we een stijging nodig van meer dan 90%. Ja, dus je bent er nog niet. De mensen denken wel, oh ja, we zijn alweer een beetje waar we waren. Nee, daar zijn we nog niet helemaal. Om 50% te dalen, moet je 93% stijgen, geloof ik, om weer te komen waar je was. Dus ja, we moeten een flink stukje, tenminste in niveau weer terugkomen waar wij waren, is het 93% stijging. We hebben er net 40 gehad. Dus op zich is dat een flinke bounce. Ja, maar wat rijdt daar nou weer dan? Ik weet het ook niet. Ja, ik zag alleen de elektrische karretjes over mij doen. Nee, ik zag het ook in mijn ooghoek. Dus we hebben een flinke bounce gehad. Maar ja, is nog een weg te gaan. 42k gainen vond ik een puntje wat ik even in de gaten hield. Is vandaag niet gelukt. Nee. Dat was een rejection. Ja. En nu hoveren we ergens rond de 40k. Nou, we gaan straks lekker in... technische plaatje gaan we eventjes kukeluren. Maar goed, het was een dag gisteren. Man. Ik heb nog nooit, vanaf dat wij met DopeyCash bezig zijn, nog nooit op één dag zoveel vragen gehad. En ik snap het, hè. Ja. Ik snap het. En die mensen weten ook niet dat je er al 500 hebt gehad. En dat ze de duizendste zijn die met die vraag komen. En dat geeft ook niet. Ik wil iedereen graag helpen en te woord staan. Maar ja, overal ook waar ik mensen tegenkwam, als ik naar de supermarkt ging even of zo, en iemand die ziet mij, ja, dan praat ze altijd even over crypto. Vooral nu. Dan is het, hey, heb je gezien? Dan denk ik, ja, tuurlijk heb ik het gezien. En ja, nu? Moet ik nu doen? Ja, ik vind het best wel eng worden. Moet ik nu gewoon verkopen en dan maar voor lief nemen? Nou, dat is dus wat je juist niet moet doen. We roepen al, vanaf dat die run begonnen is en vanaf dat wij het kanaal begonnen zijn, neem winst. Als je van tevoren een plan had gehad en je wist wat je aan het doen was, dan had je ongetwijfeld een paar keer winst genomen. Je kijkt heel kwaad, wat zie je? Nee, ik luister aandachtig. Dan had je ondertussen een paar keer winst genomen en had je deze crash al veel minder erg gevonden, omdat je dus al een paar keer winst had genomen. En ik hoor heel veel mensen ook zeggen, gelukkig heb ik winst genomen, bedankt voor alle tips, ik maak me daardoor een stuk minder druk. Ja, maar er zijn ook mensen die hebben vorige maand pas gekocht en die voelen zich iets anders. Kijk, gisteren wil ik er niet zo heel erg op ingaan. Maar even serieus, hoe vaak hebben we gewaarschuwd? Vaak. Ja, maar even serieus. Nee, ja, kijk, neem winst. Wij proberen altijd... Plaatje, stoploss, je risk management. Het enige wat ik hier heb, is een belletje. Ja. Ik heb hier geen glazen bol. Nee. Wij weten het ook niet. Maar we weten wel op basis van ervaring dat wat we zagen in de prijsactie, bij altcoins, bij bitcoin, maakt niet uit. Dat soort stijgingen vragen vroeg of laat een keer om een correctie. En weet je dan dat die er zo uitziet? Nee, dat weet niemand. Dit was echt een hele heftige. Ja. Maar dat die er een keer komt, ja, dat is een feit. Hij komt er een keer. Wanneer, weet je niet. En dat is ook de reden waarom je dus winst moet nemen op de weg omhoog. Ja. Omdat je niet weet wanneer die er komt. Maar hij komt er altijd. Ja. Hij komt er echt altijd. En je hebt vaak zat de kans gehad, denk ik. En die kansen komen ook gewoon weer opnieuw. Hè? Kansen komen en gaan. Er zijn gisteren mensen die in paniek hebben verkocht met verlies. Die denken nu, shit, had ik het maar gehouden. Er zijn mensen die wat hebben bijgekocht gisteren die gigantisch blij zijn. Er zijn mensen die helemaal niks hebben gedaan. Die denken, oké, het komt wel goed. Weet je, er zijn verschillende scenario's ook in dit verhaal. Het enige waar ik druk mee bezig ben geweest is met heel veel mensen. En niet met de koers gisteren. Ik heb wel flink getraind. Ja, we hebben wel een portretje gepakt. Ja. Maar ik bedoel, ik ben meer bezig geweest met mensen beantwoorden. Ik probeer ook via Twitter en via YouTube dan toch de mensen een beetje gerust te stellen. Voor de mensen die
die dit voor de eerste keer meemaken. En ik denk dat het er toch aardig wat zijn. Want maar dan ook, merk je ook toch... Ons, nee, maar ook ons kanaal is de laatste maanden pas juist echt gaan groeien. Dat ja. zijn gewoon nieuwe mensen. Dan merk je toch echt wel wat het met zich meebrengt dat je de grootste van Nederland bent. Want dat is het ja. gewoon. En dat is een drukke community, maar ja. dat is super gaaf. Dat is heel de reden waarom we het doen. Ja. En dat blijven we ook gewoon lekker doen. Goed, als we kijken naar de beursjes in Amsterdam, dan zien we dat de Ajax ook redelijk hersteld is. En we staan weer boven de 700 puntjes. Daar hebben ze iets minder pijn dan wat wij in Kippen hebben. Ja, redelijk bounce zelfs. Dus we staan weer boven de 700 puntjes. Vandaag ging de deur dicht. Daar is wel een bakje. Ik wou dit al aan het beginnen. Vandaag ging de deur daar dicht met een winst van 1,5%. Dus dat is nice. Stijgers binnen de Ajax Argent vandaag 5,4%. Dat is flink, ja. dat is nice. Just Eat 2,7% in de plus, ASML, ASMI 3,1% en 2,7% in het groen. Prosus boekte een winst van 2,5% en dat heeft mede te maken met goede kwartaalcijfers die Tencent liet zien, waar ze natuurlijk nog steeds een groot belang in hebben. Minnetjes bij Aegon en Unibail 0,7% en 1,5% in de min. En in de midcap was de grootste daler OCI met 2,4% verlies. En de grootste winnaar al daar was Corbion met 2,7% winst. Dus al met al redelijk kleurig dagje. In Amerika was het ook groen. Nasdaq ook 1,5% net als de AEX in de plus vandaag. Dus dat was nice. Lekker mokkie, Chris. Nou, Veronique, als jij de volgende keer in de studio bent, mag jij een mokkie uitkiezen van ons. Er staan hier genoeg. En jij hebt hier nog niet volgens mij als admin zijn. Dus dan krijg jij lekker mokkie van ons. Dus ja, beursjes over het algemeen. Waar gisteren storm en gekkenhuis was, was het vandaag redelijk rustig. Ik denk gisteren dat je zelfs op de beurs, gisteren zelfs de correctie van Bitcoin en crypto ook kon zien. Die paniek, en het was gisteren echt paniek, hè, die sloeg zelfs over op de beurzen. Je zag ook dat die echt in één keer wegvielen. Dat is nu vandaag lekker aan het bouncen gelukkig weer. Kunnen we zo ook nog wel even naar kijken. Het hoort erbij. Het is wat het is en het is op basis van ervaring. Wend er maar aan, het gaat vast nog wel een keer komen. Op basis van ervaring hoe je daar mee omgaat. Gisteren dook voor de zoveelste keer weer die Wyckoff Theory omhoog. En vandaag hoor je er niemand meer over. Typisch. Ja, weet je wat het is? Er waren een aantal dingen. Mensen vragen dan aan mij ook, waar komt dit nou door dan? Ja. Waar komt dit nou door? Nou, als ik dat had geweten, dan had ik... sterfsteenrijk geweest, multimiljardair. Want als je dat soort dingen weet, dan kan je erop gaan handelen en dat weet niemand. Nee. Er zijn verschillende dingen geweest. We hebben de Wyckoff-theorie hebben we gezien. Oké, daar kwamen dingetjes overeen. Dat zeggen wij met zoveel patronen. Er zijn 100.000 patronen en er is er altijd wel één die overeenkomt. Er zijn heel veel video's gemaakt over misschien komt er wel een crash, dat ziet er zo en zo uit. En er is er altijd wel eentje die gelijk heeft. Ja. Oké, Wyckoff, dat is de één. Ja. Inflatiecijfers vanuit Amerika, die waren veel hoger dan verwacht. Ja. Dat is ook een punt wat meegenomen. Ja. China, die crypto zou gaan bannen. Wat ook niet. Later bleek weer zo te zijn dat het bericht helemaal niet op die manier geïnterpreteerd moest worden. Dat het allemaal heel anders zat, et cetera. Dat had ermee te maken kunnen hebben. Aantal mensen wat Elon Musk. Ja, Elon Musk. Het aantal mensen wat leverage long zat. Het is een optelsom. En op een gegeven moment krijg je de perfecte... Ja, domino, die deed en het eerste steentje gaat om en de rest volgt, ja. Ja, nee, maar dat is het. Dus ja, is het Wyckoff, is het Musk, is het China? Het is alles bij elkaar. Het is een optelsom. Ik kreeg vandaag nog een berichtje van iemand via Instagram en die had een stukje doorgelinkt via Reddit. Ja. Dat werd 2 dagen voor de dump. Werd dat gepost. Ja, heb ik ook langs zien komen. Ik heb insider informatie vanuit de overheid in China of zo. Ze gaan het gigantisch dumpen, dan willen ze alles opkopen en dan gaat het gewoon weer omhoog en is er niks meer aan de hand. Ja. Dan denk je, ja, ook frappant als ze dat 2 dagen van tevoren zeggen en zoiets gebeurt. Ja, je kan overal wel iets achter gaan zoeken, maar is het aan het einde van de dag belangrijk? Want het is al gebeurd. Dat is het. Je hebt er geen invloed op. Nee. En... achteraf informatie, een vingertje wijzen, je de mensen die de afgelopen tijd allemaal met die Wyckoff-video kwamen, hartstikke leuk, maar die waren allemaal te laat. Ja. Ja, heb je er dan nog wat aan? Nee. Ja. Voegt het dan nog wat toe? Nee. Nee. Waarom zou je achteraf altijd de reden willen weten? Je kan de reden niet zoeken, dat is er niet. Kijk, soms ontkomen we daar ook niet aan. Dan hebben we ook een chart gepost en dan post ik hem daarna om te kijken, kijk, dit is er gebeurd. Maar ik zie gewoon heel vaak dat mensen met een chart komen achteraf en daar heb je niet zo heel veel aan. Dat is het. We hebben het vaak over gesmeerde boterhammetjes of pannenkoeken met stroop. Ja. Maar ja, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar
Kijk, nou, dat is in ieder geval gelukt. Want dan denk ik gisteren ook weer, wat lult die bergen allemaal weer raar. Ik zag voorbij komen, Bert, als je dit ziet, challenge voor vandaag. Gebruik de woorden pannenkoek met stroopwafel zonder dat Chris het merkt. Oh, ja, maar dat is bij mij niet zo moeilijk. Heb je niet gemerkt. Nee. Dus we eten vandaag lekker pannenkoeken met stroopwafel. We gaan lekker naar de charts kijken. We gaan jullie vragen weer proberen te beantwoorden. We gaan er weer een lekker streampie van maken vandaag. Ja, ik denk dat het iets optimistischer is dan gisteren. Ik was er natuurlijk wel in de chat bij. Ja, maar... Kijk, ik was gisteren ook... Er was niks aan de hand. Het was gewoon... Het was niet een day as usual, dat niet. Maar ik merkte gewoon... Je hebt er sowieso niks aan, Bryce, om een reden te zoeken, zoals we net al zeiden. Er was gewoon heel veel paniek om me heen. Ja, mooi. En dan, dan probeer je dat een beetje te sussen. Zo goed als mogelijk. Ja, ik was niet in paniek, maar ik werd wel een beetje gek inderdaad van het vragen fire die ik over me heen kreeg. En dat weten we omdat we dit kanaal hebben. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar dat was wel eventjes, man, die telefoon. Ik heb hem gewoon 2 keer op moeten laden gisteren. Ja. Naar volledig vol. Ja. En daarna weer, jezus. Maar goed. It is what it is, boys. We gaan lekker richting wat charges. Vergeet niet eventjes op die duim te smashen. 1200 kijkers op dit moment en 200 duimpjes. Dat is wel heel karig, boys. Vinden jullie het tof? Druk voor ons even op dat duimpje. Rank de video weer wat hoger voor ons in YouTube. En is gewoon een blijk van waardering. Abonneren natuurlijk ook even doen. We zien nog steeds dat heel veel mensen kijken, maar niet iedereen abonneert. Je krijgt er geen vervelende berichten van of weet ik veel wat. Abonneren kost ook helemaal niks. En is voor ons gewoon een blijk van waardering even op die abonneerknop te drukken. Jullie denken daar misschien nuchter over. Van ja, dat, zo bijzonder is het niet. Maar voor ons is dat het wel. Want we gaan alweer richting 60.000 abonnees. En dat is toch ook wel weer heel erg tof om te zien. Dus abonneer eventjes. Smash op die duim. En we gaan weer lekker richting de charts voor jullie. Oké. Wat ga je doen? Niks. Ik zet de jar even aan. Okay. Dat is al weg. Even kijken. De AEX heb je doorgelopen. Kijken we even... In de US, Tesla gaat weer omhoog. Ja, dat is het. Daar heb je ook niet zoveel aan. Je kan zoveel schreeuwen als je wil en dan heb je het heus wel een keertje goed. Maar uiteindelijk moet je vooraf babbelen. Spotify, even kijken. Semiconductors, Nvidia, dus de chipmakers gaan goed. AMD, even kijken. Zitten er dadertjes tussen Caterpillar? Nou ja, het is een redelijke bounce dag. Ik zie geen overdreven uitschieters. Dus het ziet er nu redelijk groen uit. Maar gisteren was gewoon een matig dagje. Volgens mij staan we in eToro er wel ook weer lekker voor. Ik heb er net nog even de portfolio naar gekeken of ik nog wat aanvullingen moest doen. Ik denk, nou, dat is nu niet het juiste moment. Kijk, toch nog een klein stukje lager. En ik ben op zich wel tevreden met de opbouw van de portfolio. Sommige posities mogen nog best wel iets groter, maar dat komt gaandeweg. Echt geen haast met dat soort dingen. Dat is toch allemaal long term. Dus dat komt vanzelf wel een keer lang. Als we dan naar de crypto gaan. Of ga je nu die dingen, die neem je daarna mee toch? Die neem ik na het overzichtje wel van mee. Bitcoin. Het 4 jaar, Chris. Ja, maar Bitcoin in de afgelopen 24 uur toch 5% hoger. Ja, je moet nu even niet op die cijfertjes letten. Dus het is echt, waar stonden we 24 uur geleden? Ja, die wik ging zo. Dus dat is niet echt een aanknopingspunt. Kijk gewoon nu even naar het getalletje. Die 40.000 is een redelijke marker. Is ook nog ineens een barrière of zo, hoor. Die 40.000 die is niet zoveel. Ethereum. Vandaag de $3000 gezien, staat inmiddels alweer op de 2700. Dus ook al een tikje terug weer. Binance Coin zag ik ook toch wel redelijk. Binance Coin is trouwens van de grotere coins toch wel... die is gewoon 36% teruggegaan. Dus ze hebben toch wel flinke klappen gekregen. Kijk, Cardano bleef redelijk... Hele mooie bounce gezien. Maar dat zullen we dadelijk ook wel zien in alle altcoin charts. Alle altcoin setups allemaal weg. Hè? Dus de aankomende zeker 4 weken wordt het gewoon ellendig met charten. Want overal zit die wik doorheen. En dit is exact de reden waarom je zeker als beginner en sowieso niet... te veel altcoin trades tegelijk open moet hebben staan. Want als jij een entry of... Ik hoor wel eens mensen die hebben 10, 15 entries openstaan op altcoins. Zijn wij charter heel veel. En heel veel mensen denken dan ook dat wij 20, 50 altcoins open hebben staan. Nee, dat kan niet. Want als jij die dus open hebt staan, 20 altcoins... en je neemt op elke 1% risico van je tradingsaccount... dan ben je op een dag als gisteren... ben je 20% van je tradingaccount kwijt. Boom, in één klap. Ja.
Dus dat moet je ook niet doen, want ja, altcoins die, zoals we weten, die hoveren gewoon ja, mee kijk, op Bitcoin. Ja, kijk, er zijn ook heel veel mensen, ja, dan moet je het gewoon vasthouden, maar ja. Dan sta je met 20 coins onder water. Ja, en dan heb je nog meer schade. Dan heb je nog meer schade, dus dat moet je sowieso niet doen. Even kijken. Te koop Lambo, weinig kilometers gelopen, ja, dat was van korte duur. Of tenminste, vond ik dan eigenlijk nog niet eens heel kort duren, maar ik snap de joke. Ja, voor de rest, ze zijn niet echt overdreven. Overdreven coins die echt tegen de stroming in zijn gegaan. Ik kon ze ook niet heel erg ontdekken. Gisteren probeerde Aave zich nog sterk te houden. Op een gegeven moment gaat het er ook doorheen. Ik vond het eigenlijk vreemd. Yeah. Die sell-off bij alle altcoins. En ze zijn echt allemaal gegaan. En ik snap. Oké, Bitcoin. Er kwam wat fut over Bitcoin. En Bitcoin werd verkocht. En daaraan zie je toch wel. Dat er ten eerste op de exchange was er gewoon problemen met de trading engines. Kunnen we daar nog even heel kort op terugblikken. Maar dat is dan toch echt gewoon die massa retail of zo. Ik snap het niet. Als Bitcoin dumpt en iedereen wil al dat die dingen van elkaar loskoppelen. Paniek overal. Maar waarom ga je dan in godsnaam wel altcoin verkopen? All over the place. En je merkte ook weer dat toch, en dat vind ik dan wel weer jammer om te zien hè, gisteren. Je merkte toch weer. Dat in hevige volatiliteit, want we hebben natuurlijk wel prijsactie gezien, maar die was wel redelijk opbouwend bij Bitcoin. Het was 5000. Het was niet in één keer gekte en chaos. Het is best wel, het is hard gegaan, maar best wel redelijk. Omlaag ging het nu super hard en al die exchanges hadden weer problemen. Dan denk ik, ja, dat wil je niet zien gewoon. Ja, maar... Mensen die dingen aan wilden kopen, allemaal ellende, konden er niet meer, weet ik maar... wat. Je moet zeggen, via Blab ging dat wel gewoon vrij soepel, hoor. Ja, de API's van Binance waren ook gewoon nog steeds up. Ja. Maar hier kan je je niet op voorbereiden, hoor. Je kan je niet op voorbereiden. Dit was echt heel ziek volume. Ik vind het toch wel weer irritant. Ik denk wel dat ze steeds extra servercapaciteit en dat extra engine capaciteit, dat ze dat ook echt wel doen. Ja, kijk, BitMEX deed dat expres niet. Nee, dat Binance was... doet dat niet zo, weet je? Nee, okay, maar hier kan je heel moeilijk op voorbereiden. Het was irritant. Papa Chris en ome Berry, jullie verdienen echt die likes. Bedankt voor alle tips en hulp. Gisteren lekker mijn crypto bijgekocht. Let's go, zegt Dominique Smit. Nou, Dominique, thanks voor de leuke woorden en de superchat. Vinden we altijd leuk om te zien. Is het gelukt met de meubels, Berry? Nou ja, ik mag er nog niet in dat huis. Dus we gingen gewoon even oriënteren. Wat willen we, welke kant willen we op qua inrichting? Dus dat hebben we vandaag lekker gedaan. Dat is altijd leuk om te doen. Voorpret noemen ze dat. Nou ja. Als jij met je vrouw gaat shoppen voor meubels en je legt niet helemaal op één lijn, is dat geen pret hoor. Nee, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Dus het was, ze noemen het voorpret, maar het was een bijzondere dag weer vandaag. Even koeken hoor. Hebben jullie al winst genomen op jullie Bitcoin short? Nou, ik weet niet welke, maar de afgelopen week was short the way to go. Dus er zijn meerdere shorts geweest. Ja. De short vanaf 60k die is nooit hit. Dus als je die bedoelt uit de video, die niet. Ja. Maar er zijn er wel andere geweest ondertussen. Zet Ontology even op het lijstje. Hele rare wick. Nou, Ontology is Wiki Wakey. Hè? Dat is de coin met de rare wicks. Dus die staat op het lijstje. Bitonic heeft zijn rechtszaak gewonnen, hè Berry? Ja, ik heb het inderdaad voorbij zien komen. Bitonic had natuurlijk een rechtszaak aangespannen met betrekking tot de te strakke regels. Heb je het gelezen of niet? Denk nee, niet. Nee. Met de te strakke regels voor wat betreft het identificeren van jezelf, van je wallet, als je uit wilde cashen, et cetera, et cetera. De mensen die uit hebben gecashed deze run hebben het ongetwijfeld meegemaakt. Je moest foto's maken van je wallet en waar het vandaan kwam. Het was echt too much. Echt dat, ja, echt dat too echt. Much. Ja, nee, maar dat, en ja. Ze hebben die rechtszaak gewonnen ja. En het wordt dus versoepeld. Ze gaan dus eigenlijk een klein stukje meer privacy ja, teruggeven maar ik, aan de mensen. Kijk, wij zijn ook helemaal door die hele molen heen gegaan. Op een gegeven moment... moest je zo ver terug gaan zoeken en zoveel shit laten zien, dan denk ik, ja, ik treed op 25 verschillende exchanges, ik heb meegedaan aan honderden ICO's. Ja. Ja, ga die stromen dan allemaal even in kaart brengen. Ja, is heel lastig. En als jij gewoon netjes aangifte doet, je geeft netjes aan dat je het hebt. Ja. Je doet al heel erg je best. Ben geen boef of zo, heb je serieus. Er zijn dan ook weer mensen die altijd onder de video's reageren, je moet helemaal niks aangeven, maar ik heb zelf zoiets van, oké. Het vermogensbelasting is 0,58% ja. Tot aan de ton en daarboven. Of daarboven. Het is op zijn allerhoogst, als je meer dan een miljoen bezit, geloof ik, 1,5 of 1,6%. Ja. Weet je, geef alles lekker aan, doe niet zo moeilijk. Als je dat moet betalen, dan blijkt het ook dat je zat hebt. Ja. Mijn vader, schoonvader en mijn vader hebben altijd tegen mij gezegd, pik, als je belasting moet betalen, betekent het ook dat je veel verdiend hebt. Ja. Want ik vond het in het begin ook kut, dan moet je ineens...
duizenden euro's belasting gaan betalen. Zeg je, ja, maar als je moet betalen, heb je het ook verdiend. Ja. Dus ja, ik doe daar zo moeilijk over. Maar het is gewoon, ik snap het, het is de romslomp. Weet je, bent gewoon lekker bezig met je cryptocointje. Ja, en je in één keer allemaal shit gaan doen. Die bank, die blijft maar bellen. Dan denk, gaan ze aan mij vragen, ja, wat doe je met het geld? Wat doet jouw directeur met het geld? Ja. Want die loopt overal ermee te strooien. Ja, dat is nog wel een mooi verhaaltje. Iemand binnen ons community, maakt niet uit wie, die is ook met serieuze grote bedragen bezig. En die ging laatst ook voor bijna 2 ton, had hij uitgecashed, geloof ik. Mm. En toen wilde hij daarna naar een andere bank. Hij wilde een rekening openen bij een andere bank. En toen kreeg hij een mailtje terug van die bank, ik wil dit weten, ik wil zus weten, hoe kom je aan het geld en waar kom je aan die crypto-uitkering die je hebt gedaan, hoe zit dat allemaal, vertel ons even dan, ik wil dit weten en zus weten en zo. Dat was een hele lange lijst. Toen zei hij, wacht even. Gaan we naar een andere bank. Ga ik het daar proberen. Binnen 5 minuten had hij een rekening. Toen heeft hij naar die bank waar hij afgewezen is teruggestuurd. Ja. Laat maar. Ik heb al een rekening. En jullie vertellen mij toch trouwens ook niet wat je met mijn geld doet als jullie gaan beleggen. Nee. Maar dat is niks het. Meer gezegd. Ja, maar dat is het. Ja, maar dat is het inderdaad. Dat is het. Dat is het. Het blijven boefjes. En het is wat het is. Waarom donaties? Jullie hebben geld genoeg, lijkt mij zo. Nou, elke euro is er 1. En ik ben heel blij met het eurotje van Hans is een ei, hoor. Kan ik morgen weer een ijsje kopen? Ja. Zo is het natuurlijk ook. Wie het klein niet eert. Ja, weet je wat dit is? De donaties is gewoon voor de fun. Als je jezelf even wil highlighten. En ik hoef geen donaties van honderden euro's. Dat is helemaal niet het doel. Het is gewoon puur voor de fun. Voor de lol. Een muziekje, een dingetje. Het muziekje moeten we trouwens wel weer even in leven blazen, hoor. Ja. Maar je denkt niet als je belasting moet betalen en zo over dat ene eurotje dat daar wat van overblijft. Toch? Het is puur voor de leuke. Dat is gewoon wat het is. Oké, ik zal zeggen, laten we even kijken naar de drama chart van de week. Laten we de Bitcoin er eventjes bij pakken en eventjes gaan koekloeren. Jullie kunnen in de chat droppen wat jullie willen zien. Als je deze nog even voor mij open kan gooien. In de chat kunnen jullie droppen wat jullie willen zien. Welke coins, welke assets, welke aandelen. Noem het allemaal maar op. Alles gaan we weer voor jullie proberen te analyseren zover we kunnen vandaag. 1550 kijkers en 550 duimpjes. Smash even op die duim. Abonneer even op het kanaal. Dan gaan we nu charten. Oké, deze moet ik er dan even bij pakken. Gisteren zag jij de chat niet. Toen zeiden mensen allemaal, is te groot en ik kan die lezen. Dus ik denk, ja, dat komt morgen wel weer dan. Je ziet de chat niet, jongens. Daar kan hier ook niks aan doen. Ik was wel blij dat alles aanging. Ja, zeker. Nee, dat was cool. De update was heel nice. Even kijken. Kleine bounce gezien op de dominance. Kwam door die sell-off van de altcoins. Ik heb persoonlijk de verwachting dat dat nog wel iets toe kan nemen. Ik denk zelfs richting een 50%. En dat baseer ik gewoon letterlijk op de voorgaande prijspuls die er is geweest. Marketomstandigheden zijn totaal anders. Dus ik heb deze charter ook volgens mij anderhalve week of zoiets opgezet. Toen zei ik ook, bounce is uiteindelijk gekomen. Dan zeg ik verwacht dit. En dan zeggen mensen gelijk, ja, bear mag dit en dat. Je moet niet altijd alles 1-op-1 kopiëren. Want we zitten nu in een hele andere markt. De markt is sowieso anders opgebouwd. Is veel groter, is veel volwassener. Altcoins zijn veel verder, Bitcoin is veel verder. Dus het betekent niet dat als wij hier naartoe gaan, dat de altcoins doodgaan of zo. Hè? Alleen dat er gewoon meer dominance naar Bitcoin toe gaat. Als we even kijken naar, heb ik een leeg chartje? Kijk eens, Quincy Wilton, oude beuker, die is er ook weer bij vandaag. Gezellig, boys. Even kijken. Wil ik toch nog even, zitten we goed? Kijk, we zitten lekker. Oh. Naar gisteren. Even een kleine recap gewoon. Een dump. Wat de reden was. De reden is redelijk duidelijk. Wat het cascading effect was. Er zaten veel te veel mensen. Zaten er long. En die zaten heel comfortabel long. Waarom? Omdat ze al heel lang long zaten. Dat is het probleem. Hoeveel mensen ik niet uit mijn kennis kreeg. Vincent, die heeft nog steeds die long openstaan vanaf 9100, hè? En daarvan kennen wij er gewoon. Ja, meerdere. Die zeggen gewoon. Ja, ik vind het prima. Ja, ik zit best. Maar ik word nooit meer uitgestopt. Ja. En op een gegeven moment zie je gewoon dat daar te veel open interest dan wordt opgebouwd. En je ziet normaal met een liquidatie flush, die we hier ook hebben gezien, dat het open interest ook naar beneden gaat. Dat betekent gewoon dat mensen die dus long zitten met leverage, dat die dus of uitgeliquideerd worden of hun positie sluiten. Maar dat zagen we hier helemaal niet. En dat is echt een rariteit. Dat zie je normaal wel. Ja, dat had je op Twitter ook gedeeld. Hè? Dat er geen liquidaties bijna waren na zo'n dump. Nee, en dat is dus gewoon een heel slecht teken. Ja,
Gelukkig ging gisteren ook het open interest omlaag. Dat betekent gewoon, ja, volgens mij dat 50% van het open interest is gewoon weggeflushed nu. Nee, maar we hebben het vaak over een short squeeze, een long squeeze. Dat heeft ermee te maken dat dat soort orders die openstaan eruit gepusht worden. Ja. En dat gebeurde dus nu nee, niet. Nee, en dit is, dat was ook, het is ook niet gezond, hè. Als er zoveel mensen comfortabel in zo'n positie zitten. Dus die zijn er nu uitgedrukt. Door wie dat is, waarvoor dat is niet belangrijk. Wat wel belangrijk is dat je begrijpt dat het bij de markt hoort en dat ja, je maar dat het dus ga ik helemaal slot dat het niet super erg is wat er gebeurd is. Tuurlijk, de prijs is heel erg omlaag gegaan, maar technisch gezien is het voor de onderliggende druk die er onder Bitcoin ligt, is helemaal niet zo erg wat wij nu hebben gedaan. Wat je nu wel wil zien is dat je zo snel mogelijk weer ergens een leveltje wil gainen en sowieso ergens support wil gaan vinden. Even kijken, je kan het ook nog wel zien hoor. Als je dan op de lage tijdsframe gaat en je gaat dus terug naar deze prijsactie. Ik heb hier geen footprint chart bij de hand, maar je kan gewoon met een volumeprofieltje. Dan doe je een fixed range en dan pak je, ja, wanneer hebben ze de dump ingezet? Ik denk als je dit stukje meepakt, ga ik even naar een lage tijdsframe. Pak je dit stukje in mee. Dit is de eerste dump. En hier druk ze hem doorheen. Dan zijn ze hem echt kwijt. Dus dan pak je gewoon dit stuk mee. En dan zie je dat het volume, het zwaartepunt ligt gewoon daar. Daar zijn ook gewoon de meeste mensen ingestapt. En de meeste mensen, dan heb ik het over toch de grotere partijen of de market makers. En daarna volgt wel weer de retail. Ja, dit is hoe het gaat. En dit is een echte flush. En die zie je gewoon niet heel vaak. Nee. Tussen de 30 en 233 heb ik wel een sportje bijgekocht. Wisten we daar dat de eventuele bodem nu is? Nee. We hebben een paar weken geleden op Ethereum ook gezegd op 4100. We hebben een stuk winst genomen. Wisten we dat daar de top was? Nee, dat weet je niet. Maar dat plan lag er van tevoren al. Zowel bij de winstneming Ethereum als bij het bijkopen van Bitcoin. Dat plan lag er al. En dan houd ik me ook aan mijn plan. Weet je, het gebeurt, dus dan voer ik mijn plan uit. Dat is ook hoe je dat gewoon moet doen met trainen. Nou, maar kijk, dat is ook de reden dat ik eigenlijk vanochtend heel erg, ik heb goed geslapen. Ik heb alle trades gisteren ook expres gesloten. Ik heb eigenlijk heerlijk geslapen, doordat je op dit moment nog... Had jij vorige week nog gedacht dat je voor 30k kon kopen? Nee, maar dat is het. Spot Bitcoin bijgekocht, ja. Ethereum heb ik ook bijgekocht. Eigenlijk gisteren tijdens de dag wel wat trades gemaakt. Bewust ervoor gekozen om die nacht niet te traden, want ik wist die terugtest van 35, die was spot on, die was heel erg nice. Dat zat er ook dik in dat die er zou komen. Nou, die heb ik zelf niet gespeeld, die had je kunnen spelen. Dan moet je gewoon tevreden zijn met het resultaat. En ik denk als we dadelijk weer naar een nieuwe high gaan, dan hebben we onze positie zoveel uitgebreid. Tegen de tijd dat we daar weer komen, hebben we zoveel meer gains gemaakt ten opzichte van de eerste keer. Ja, dan moet je er gewoon tevreden mee zijn. Je ziet dat misschien niet direct nu in je portfolio terug, maar je weet wel dat het eraan zit te komen. Ja, zouden jullie misschien compressie uit willen leggen? Nou, anno SRS, als je intikt dopey compressie, krijg je op YouTube een hele uitgebreide video over wat compressie is. Daarin leggen we alles uit. Je kan bijna alles vinden op YouTube voor wat betreft onderwerpen. Dat leggen we daarin allemaal uit. Hebben jullie zelf wel eens problemen gehad na het uitcashen van grote bedragen dat men achterdochtig wordt? Nou, we hebben regelmatig telefoontjes gekregen of dat we stukken moesten overhandigen om te laten zien hoe en wat. Dat hoort er een beetje bij, weet je. Dat is een beetje part of the game en dat is bij aandelen niet anders. Als jij ineens een half miljoen naar je rekening moet storten, dan zegt de bank: hey, wacht even, hoe ken dit? Waar komt dat vandaan? En dan moet je dat kunnen laten zien en dat is hoe het werkt. Ja, maar dat is het ook gewoon. Kijk, als jij geen shady business... Ik snap ook dat heel veel mensen... Privacy technisch heb ik er zelf ook wat op aan te merken. Maar voor de rest, comply gewoon een beetje aan de regels. Als jij niks te verbergen hebt, dan hoef je daar ook helemaal niet druk om te maken. Dan hoef je er niet meer wakker over te liggen. En als je je er wel heel erg druk om maakt, dan heb je of iets te verbergen, of denk je inderdaad aan privacyredenen. Want privacytechnisch denk ik ook soms dat, zeker met crypto, dat het wel ver ging. Maar dat wordt nu gelukkig... Ja, maar dat doen ze met je digitale geld ook al. En ja, dat ben ik aan het einde van de dag... Want we hebben het natuurlijk de afgelopen jaar, anderhalf jaar over chippies gehad die ingespoten worden. Weet ik het, wat we allemaal voor theorieën voorbij hebben zien komen. Aan het einde van de dag weten ze echt wel alles. Ze weten echt alles. Je hebt allemaal zo'n dingetje bij je. Alles. En ze weten echt wel waar jij uithangt, wat jij doet. Als ik nu met jou praat over een matras,
Dan krijg ik over een uur reclame over matrassen in mijn telefoon. Ze weten echt wel waar jij mee bezig bent. Ja. Ze weten echt wel wat je doet. En ja, ik maak me niet, als je niks te verbergen hebt, hoef je er niet druk om te maken. Privacy technisch kan je er inderdaad je vraagtekens bij zetten. En dat snap ik ook. Maar goed, het is wat het is. Barry, hoe is het hardlopen? Gaat dat al richting de 5 kilometer? De overheen al. De overheen. Maar dat gaat prima. Ik zit er bijna net tegenaan. Ja, als je naar huis rijdt zo meteen bedoel je. Ja, nee, dat dacht ik. Goed, we hebben een aantal aanvraagjes. We gaan daar lekker eventjes naar. Ja, ik wil even naar de huidige prijsactie kijken. Hoe mag dat niet? Tuurlijk mag ik dat. Ik heb alleen maar over gisteren. Het is ook jouw showtje pik. Ja. Tuurlijk mag dat. Wat hebben we vandaag gezien? Eigenlijk, wat was vanochtend? Vanochtend was hier ongeveer toch? Ja, waren we waren een beetje aan het klimmen. Zie je op een gegeven moment dat je tegen die 80 aankomt. Daar zag je wel een soort van compressie. Dus opbouwende prijsdruk hier tegen dat ding aan. Krijg je op een gegeven moment een beslissingsmoment naar boven of naar beneden. Ik geef nooit ergens de voorkeur uit. Ik zeg gewoon stap laag in, long laag en short hoog. Meer hoef je niet te doen. Uiteindelijk hebben we de 42 aangetikt. Let er dan ook op. Ik heb er ook een Twitterpost op gemaakt. Ga niet market instappen. Dus dat heb ik echt gepost tijdens die laatste puls. Ik heb zat zelf trouwens wel erin. Je gaat dan mee in de FOMO. En de volatiliteit van de laatste dagen is gewoon aan de hoge kant. En gewoon veel beginners gaan gewoon rekt. Want jullie denken dan gelijk, wow, boom, we gainen dit nu. We gaan weer naar de 50k. Ja, en zo werkt de prijsactie niet. Nee. Dat is niet hoe een markt werkt. Wat we op dit moment doen is een leveltje teruggetest. En eigenlijk zijn ze een leveltje opgeschoten. En dat is een scenario waar je rekening mee moet houden met dit soort prijsactie. Dus alles is nu keer 2. Alles is nu uitvergroot. Je ziet ook gewoon die bandbreedte vanaf deze low naar deze high is gewoon 20%. Is gewoon binnen een dag. Dat is echt insane. Bizar. Dus hou daar gewoon rekening mee. Wees voorzichtig. Hier hebben we een ad gemaakt op onze long. Hebben we ook gewoon netjes gedeeld met jullie. Ik zie nu op de kleine basis eigenlijk een kleine compressie. Wat zit er op zijn minst in? Nou ja, je moet op zijn minst toch wel even dit kunnen terugtesten. Doen ze dat niet, dan gaan ze een leveltje lager. Ga je naar de volgende support. Ja, hier hebben ze wel een wikje. Oké, dat is, moeten we even kijken. Ja, dat zal ergens in deze regio zijn. Als we daar komen. Dat is wel een beetje toch wel de line in the sand. Hè? Ik wil niet echt veel lager. Ze mogen net iets uitschieten, maar toch wel liever boven die 37 blijven. Anders worden de mensen ook weer heel erg nerveus. Als je dit verliest, ja, maak je borst dan maar nat. Want dan denk ik echt dat je nog wel een keer helemaal naar de 32 of zo kan gaan. Maar het huidige scenario is om dit op zijn minst dat even terug te testen. Dan nemen we een tapetje. Ja, dat is gewoon een dikke 6,5%. En ja, mijn view, long-term view, heeft hier niks mee te maken. Mijn long-term view op Bitcoin is niet veranderd. Nee. Ik denk nog steeds dat we de top niet hebben gezien. In deze ik ga niet door dit soort prijsactie in één keer mijn plan overboord gooien. Nee. Ik denk nog steeds dat we die 100k gaan zien. Dat is en nog veel hoger. Ik denk nog steeds dat Bitcoin een goede investering is. Ik denk nog steeds dat Bitcoin king is. Ik denk zelfs dat Bitcoin nu een betere investering is dan 2 weken geleden. Ja, maar dat is een... Ja. 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 Maar zo moet je het wel ja. zien. Ja, maar dat is en ik zo. Heb berichtjes gehad van vrouwen. En dan krijg je berichtjes op Instagram. Die zijn dan misschien toch wat emotioneler. Zeg oh, ik, niet ik dat denk, ze niet... waarom ga je nou zeg een specifiek niet... vrouw opnoemen? Nee, dat zeg ik niet dat ze niet kunnen traden. Hebben we al vaker aangehaald, dat kan prima. Maar vrouwen reageren misschien soms emotioneler. En dan zeggen ja... Is er nog hoop? Dat soort berichtjes kijken. Is er nog hoop? Komt het ooit nog goed? En dan denk ik, ja, dan vraag ik ook letterlijk van, joh, rustig aan. Ja. Waarom heb je in eerste instantie geïnvesteerd in Bitcoin? Ja. Nou, dan krijg je een antwoord. Nou, ik heb ernaar onderzocht. Ik vind het een mooie hedge tegen het huidige systeem. Dan krijg je best goede antwoorden. Ja. Ja. En dan zeg ik, oké, prima. Wat was dan jouw toekomstbeeld daarbij? Nou, ik wilde uitcashen op dat punt. Maar ja, dat hebben we nu niet gehaald. Nee. Ik zeg, nee, oké, maar dat punt hoef je ook niet in één keer te halen. Nee. Is er iets veranderd ten opzichte van jouw beeld over Bitcoin dan 2 weken geleden? Behalve de prijs. Nee, eigenlijk niet. Nee. En dan worden ze al een stuk rustiger. Dat is het. Want dat is het hele punt. Dat is er is het. Niks er veranderd, is, behalve is, de prijs. Ja, maar er is niks veranderd. Er is niks veranderd. Klaar, dat is het. Heren, kunnen jullie kijken naar Shiba Inu? En wat vinden jullie ervan? Shiba Inu, wat vinden jullie ervan? Zit je potentie in? Shiba Inu, alsjeblieft. Nou, jongens, morgenavond om 7 uur gaan we met jullie praten over onder andere Shiba Inu. Dus morgenavond om 7 uur. Die hebben we een week geleden opgenomen. Dus we
Die hebben we een week geleden en opgenomen. Toch een beetje helderziend. Die hebben we een week opgenomen. Net als dat we al 2 of 3 weken geleden opgenomen hadden, komt er een Bitcoin crash aanstaande. Ja. Net als dat we hadden gezegd, old season gaat even op de rem. Ja. En net als dat we hadden gezegd, Bitcoin gaat even een stapje lager. Ja. Wisten we precies hoe laag en weet ik veel wat? Nee, maar dat het eraan staat te komen, dat zagen wij wel gebeuren. Alleen wanneer en hoe laat en op wat voor dag precies, ja, dat weet je niet. Maar je ziet het op basis van de prijsactie, zie je dat wel. Dus... Even kijken, wat zien we? Niet alle vrouwen zijn zo, hè? Nee, dan krijg je natuurlijk weer gelijk het vrouwenpunt over je heen. Ik vond het ook niet verstandig. Nee, maar dat is ook zo. Er zitten genoeg vrouwen bij ons in Discord. Nou, heel zeker. Nee. Vrouwen weten echt hoe ik dat bedoel. Ja, Ice Queens ineens hier, hoor. Ja, nee, inderdaad, Veronique. Sus jij eens even. Daar hebben we je voor aangenomen. Kom op. Nee, ik denk wel dat er begrepen wordt wat ik bedoel. Er zijn genoeg vrouwen die kunnen traden en die daar zeker heel, heel, heel goed mee bezig zijn. Maar ik denk dat vrouwen toch sneller iets emotioneler zijn dan mannen. En dan zeg ik niet dat ze dingen fout doen, maar dat ze toch op een bepaalde manier reageren. En daar is niks mis mee. Dan ga ik ze eventjes proberen tot rust te brengen. Daar ben ik goed in. Oké, of ik loop gewoon zo lang dat veel begrepen is. Laat maar snel naar van het volgende onderwerp gaan. Ja, we gaan naar de chart, jongens. We gaan naar, even koekeloeren, waar gaan we naar kijken vandaag als eerste? We gaan eerst heel eventjes richting aandelen. Ja. En ja, we gaan sowieso wel een beetje switchen, denk ik. Vandaag. Maar sluiten we wel weer af vandaag met een Ethereum? Vandaag wel. Vorige keer waren vandaag we gewoon helemaal vergeten, dus. Ja, vandaag wel. We gaan eerst kijken naar Unibail. Wat gaan we doen vandaag? Okay. Dan ga je wel in één keer naar echt het andere uiterste gaan. Ja. Dat is wel echt gewoon super saai. Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Gauw door naar de charts, ja. Even kijken. Oh, er staat een... dit is een van mijn... Dit is, mensen denken ook altijd dat ik een hele technische analyse voor mezelf maak. Dit is mijn, die lijntjes heb ik er zelfs nog extra bij gezet, maar dit zijn normaal mijn... ja, ik kreeg ook van de week heel veel vragen. Gewoon. Ja, en hoe zit het met indicatoren en wat gebruiken jullie allemaal? En dan laat ik een chart zien die wij gebruiken en dan zeggen ze, hoe kan je dat lezen dan? Ja, dat is omdat je kan lezen wat de prijsactie doet. Ja. De indicator is een tolk, die vertaalt het voor je. En als je het zelf kan lezen, die taal, ja, dan is het een stuk makkelijker. Even kijken, lokaal. Ja, ik stap hierin. Ik kan nog even iets aandikken. Zie misschien iets van opwaartse prijsdruk, heel lichtjes. Zou ik dan mijn entry daarop aanpassen? Bam, ja, ik neem ze zo even mee, want er zijn er wel een paar tussendoor geweest. Nou, wij hebben al positie, dus... Omdat het opwaartse potentieel wel zeker aanwezig is, dus het blijft een interessante trade, kan je wel je entry eventueel omhoog halen. Ja, die hebben ze al. Nou ja, oké. Okay. Dat kan net. Kijk hoor, waar zag ik hem? Hier, net onder dat wikje. Dus ga niet hier aan de bodem van de range zitten, want daar vind je niet de waardevolle trade. Dat geldt voor Unibail, dat geldt voor Bitcoin. Als die range al iets ouder is, dan hebben we hier een range van een paar maanden, maar het geldt al een paar dagen. Op een gegeven moment creëer je je range. Eerste touch, de high, kan ook een low zijn. Daarna je tweede touch is dus... De onderkant, bovenkant is bepaald. Daarna ga je hem conformeren. Maar dat zijn al je trades, hè? Dan moet je al gaan traden. Mensen gaan heel vaak wachten. Oké, pam, 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 pam. Heeft hij hem 6 keer aangeraakt? Ah, ik zie de range. Ja, nu ziet iedereen hem. Dan ben je te laat. En wat je dan juist moet gaan doen, is de extreme gaan opzoeken. Dus dan ga je juist net buiten die range zitten en dan ga je gokken op die wick. En die wick die komt er vaker dan je denkt. En dat is eigenlijk de tactiek die ik hier ook dan toepas. Dan maken we dit lijntje groen, als die dat nog doet. Ja, zo. In mijn geval, ik denk dat ik deze ook wel speel. Alleen dan doe ik hem weer met de 20-80 regel. Dus dan maak ik hier 20% van. Komt omdat wij al een entry hebben. Heb je nog helemaal geen entry? Ik kan zelfs dezelfde techniek toepassen. 20 en dan hier 80. Dat is gewoon de grote add-on. Target, ja, blijft hetzelfde. Ik ben ervan overtuigd dat...
Die vind ik. Is er een tussenliggende haai? Nee, ik denk dat we dat soort prijsactie wel tegemoet kunnen zien. Want als je dit namelijk gaint, kom je weer in die oude trend terug. En dat is echt een serieuze trade, hoor. Dat is echt een serieuze trade. Ik zeg niet dat het in een week of in een maand of in een jaar gebeurt, hè. Maar ik zeg dat die wel terugkomt. Lekker, lekker. Ik ga eventjes kijken naar de donations. Want ik had een aantal dingetjes voorbij zien komen. En dan moeten we dat natuurlijk wel even meenemen. Ik zag allereerst. Ik ben benieuwd welke coins jullie voor de long term hebben. Nou, lalor. Ik denk dat jij redelijk nieuw bent. Ik denk dat jij redelijk nieuw bent in onze video's. Welkom. Maar wij investeren niet in altcoins. Nee. Wij traden met altcoins om gebruik te maken van die volatiliteit. En zo onze Bitcoin-positie te vergroten. Investeringen hebben wij in Bitcoin en Ethereum. En dan houdt de koek wel op voor wat betreft altcoins. Mm. BNB, maar dat is om je creditcard korting te krijgen. Maar dat is niet een investering, dat is een use case. Ja, dat nodig. Is om, ja. Ja. Goedenavond, ik ben zelf 19 en ben vorig jaar begonnen door jullie informatie. Mijn vermogen keer 18. Kijk, als je 19 bent, dan is dat heel erg tof om te zien. Ik vind het super interessant allemaal, maar snap één ding niet. Waarom stijgen coins zoals Litecoin minder hard, terwijl er nu veel meer geld in de markt is ten opzichte van 2018? Ja, de ene coin stijgt harder dan de ander. En waarom? Dat is hetzelfde als met een daling. Waarom? Ja. Waarom? Het is heel moeilijk om te pinpointen waardoor dat uiteindelijk komt. Ja, maar het directe waarom is heel simpel. Mensen zijn niet geïnteresseerd in Litecoin. Dat is inderdaad de eerste vraag. Dat is de vraag en aanbod. Daardoor stijgt iets in eerste instantie. En als dat er niet is, ja, dan zegt dat inderdaad. Kijk, we zien in de huidige cyclus en de huidige cryptosfeer, of hoe je het ook wil noemen. Je ziet gewoon dat alles toch hype is. Ja. Als het lekker backt, als het een goede community heeft, ja, dan gaat het gewoon allemaal net iets sneller. En ja, die waarde is niet. Niet altijd real, de onderliggende waarde. Ik denk nog steeds ook, als je in de huidige market cap kijkt, dat daar heel veel opgeblazen coins tussen zitten, ook op dit moment nog, zelfs na die correctie. Ik denk echt, daarom is de Bitcoin dominance ook een beetje vertekend. Ik denk als die inflatie, die gebakken lucht, letterlijk die gebakken lucht die erin zit, als die eruit loopt, dan krijg je een heel ander beeld. Sinds 2012 holdings hier zo. Ber en Chris, oude garde, ze zijn lekker aan het knallen. Props. Nou, top. Nice als je investeringen aan het knallen zijn. Top. Goed, wat had ik nog meer? Hoi mannen, even de waardering geven. Kunnen jullie ook zo nog even de glazen bol doornemen? Haha, later. Nou, Marcel Elsinga, die naam zien we ook al heel lang voorbij komen. Thanks voor de support. Waarom krijg ik een foutmelding als ik een TP instel op Bybit? Ik volg de stappen van jullie filmpje van een tijdje terug. Als je foutmeldingen krijgt op Bybit, kan het ermee te maken hebben dat je of te weinig funds hebt, of je moet meer leverage gebruiken, waardoor je order goedkoper wordt en je dus meer handelingen kan uitvoeren in één keer. Ik zal daar even naar kijken. Ik denk dat het inderdaad iets te maken heeft met funds die erop staan. Kunnen jullie de DAX-index meenemen, de German 30? Bedankt, dat schrijf ik op. Vind ik wel leuk om een keer te kijken richting Duitsland. Misschien dat we daar gelijk wel even naartoe kunnen schakelen, richting de Duitse index. Wat jij wil. Ik denk dat we dat wel eventjes kunnen doen. Jawohl, zeg ik dan. Lalor, Bitcoin was toch gewoon 50% korting. Zo denk ik erover toch weer wat bijgekocht. Kijk, dat is weer een wijsheid hoor. Van onze Hans leggen een ei. Ik ben benieuwd. Wij zeggen altijd, geld moet rollen, maar... Geld stinkt niet. Nee, geld moet rollen, maar wel... Mijn kant op. Juist. Dat is degene die denk de meeste mensen wel kennen. Maar Hans die zegt, geld moet rollen, anders hadden ze het wel vierkant gemaakt. Ja. Zit wat in. Ja. Daar zit wat in, want dan had het niet kunnen rollen, Hans. Lekker bezig weer vandaag. Hey boys, jullie ook genoten van de volatiliteit? Nou, aan het begin van de stream uitgebreid over gehad, zeker. Is het voor ASML nu een goed instapmoment? Zouden jullie mee kunnen nemen? Ik schrijf hem er eventjes bij en we gaan proberen dat vandaag te doen. Ik kijk heel veel meer aan de laatste stream. Laag er nou vanaf, joh. Ja, dat waren er heel veel vandaag. Oké, ja, dan ben ik bij. Dan gaan we nu lekker koeken naar de DAX. De Deutsche Index, jawohl. Ik heb bij de, even kijken, bij de S&P heb ik ook al leveltjes aangegeven. Oké, DAX is wel iets defensiever. Is de laatste, qua Europese beurzen lijkt hij nog het meest op een Amerikaanse beurs. Hè? Wel sterk gestegen. We zitten inmiddels al, zonder dat we echt volledig open zijn, 12% boven de voorgaande high. Uh,
Ik heb in het geval van de S&P ook al aangegeven. Ik vind dat we wel redelijk hoog staan. En je ziet gewoon wat nervositeit. Of we gaan eerst duidelijk een nieuwe high neerzetten. Of we gaan een stukje terugkijken. En even kijken hoe ver dit is. Ja, dit is wel eens echt een serieus stukje al. Voor de mensen die crypto gewend zijn, denken ja, dat is niet zoveel. 4-5% op een index naar beneden, dat is echt serieus. Dan worden de mensen helemaal gek. Deze vind ik eigenlijk ook nog wel legit. Hier moet er wel echt iets aan de hand zijn. Deze is wel interessant. En een index is gewoon veel makkelijker. Een index is gewoon, als de vooruitzichten van de economie, dan moet je iets meer over de economie gaan nadenken. Ja, dat is gewoon kopen. Gewoon kopen. Hier kan je echt DCA op gaan toepassen. Gewoon kopen, wegzetten en niet meer naar omkijken. En je ziet eigenlijk ook gewoon als je die over de afgelopen, weet niet hoe lang aanzet, hier afgelopen 40 jaar. Ja, dat ding gaat omhoog en hij corrigeert in de tussentijd. Daar moet je niet heel erg op letten. Als die corrigeert, dan DCA je er ook gewoon bij en dan maak je uiteindelijk gains. En dat is hoe Warren Buffett en zo aan zijn centjes is gekomen. Ja, ik zit gelijk even mee te schrijven. Guzel, info over de cursus, over de leerprogramma's vind je op onze website. Ik gooi het linkje in de chat. En daar kan je vinden wat ons leerprogramma inhoudt, waar we het daarin over hebben. Het is voornamelijk gebaseerd op het treden, op prijsactie, dat naakte treden waar we het net al even over hadden. Een kleine basis is wel nodig. Hoe werkt de exchange? Hoe plaats ik een order? Hoe open ik een positie? Dat soort dingetjes moet je wel weten voordat je jezelf een tradingstrategie aan gaat leren, want dat is wat het is. Op de website vind je alles. Dan zag ik net nog iets voorbij komen wat ik wel interesting vond. En dan gaan we daarna eventjes gelijk door. Kijk ook echt uit naar de tweede podcast. Ben benieuwd wie jullie tweede gast is. Ja, dat gaan we aankomende zondag gaan we dat weer uploaden. Dus dat is sowieso leuk. Dat is heel erg tof. Even koeken hoor. Wat zag ik nou? Oh ja, de donatie. Kopen jullie aandelen alleen op basis van TA of ook fundamenteel? Nou, bij aandelen is het een ander verhaal. Moet je wel echt een stukje fundamenteel erbij doen. Dat moet je wel. Bij crypto traden we echt puur technisch. En bij aandelen kijk je echt wel, zeker omdat het meer een investment is. Bij aandelen zijn we meer bezig met investeren. Maar bij aandelen moet je ook gewoon je gezonde verstand gebruiken. Ja. Hoe ziet de wereld er over 5 of 10 jaar uit? Ja. Dat is een leuk spelletje ook voor jezelf. Om ja, gewoon, maar dat is het. Dat is het. De langzame modus geldt niet voor Barry. Nee, de langzame modus is meer dat mensen niet iedere seconde een bericht kunnen posten en dat daar wat tijd tussen moet zitten voor de spammertjes. Dat is waarom dat zo is. Oké. Wij gaan kijken naar Coinbase. Het is nog vroeg, maar we hebben hem nog nooit meegenomen. En de mensen vragen, kunnen we al een keer een blik werpen op Coinbase? Kunnen we al eens een keertje kijken? Ik heb er zelf al naar gekeken. Hier staat hij. Ik heb zelf gekocht. Kijk. Ik durf het nog niet aan in eToro. Je moet er nog wel wat voorzichtig mee zijn. Ja. Het is nu iets higher risk. Is dit de bodem? Weet je niet. Je hebt geen prijsconfirmatie uit het verleden, maar het is een laag punt voor wat betreft Coinbase sinds die er is. Dus. Ja. Het probleem is dus gewoon, er is zo weinig prijsactie en dan kan het wel een heel groot bedrijf zijn. Het wordt nu afgestraft. Ik zeg meer, het gaat naar zijn reële waarde, de echte werkelijke waarde. Je moet niet vergeten, Coinbase is wel een goed lopend bedrijf en het draait gewoon goed. En als Bitcoin omlaag gaat, dat is niet heel erg voor Coinbase, hè? Dat is niet waar zij hun geld mee verdienen. Het is niet gepakt aan de Bitcoin-koers. Juist gisteren was all-time high volume op alle exchanges. Daar verdienen ze hun geld aan. Ze verdienen geld aan volume, niet aan de koers. Dat maakt hun helemaal niet uit. Ik raak langzaam geïnteresseerd. Ik denk dat deze prijs waar ze nu rondhoveren, dat een een eerlijke prijs is voor Coinbase. Het probleem is, we hebben die technische confirmatie nog niet heel erg. Waarom niet? Omdat ik mis letterlijk prijsactie. Dus eigenlijk ben ik hier uitgegaan van een kleine gain. Je wil gewoon een higher time frame confirmatie. Dus ik zat al hier op de uur, op de 4 uur. Ja, wat moeten we gainen? Dit is een soort van gain, inderdaad. Maar het is allemaal wel
blokkendoos hier. Het probleem is als je iets hoger gaat kijken, ben je al zoveel voorsprong kwijt. Ik kan hier gewoon geen technische analyse van maken. Dus ik kan wel heel leuk de lijntjes gaan zetten nu. Dit is het enige lepeltje wat ik kan plaatsen. En misschien nog het break-off point. Kijken. Ik zou misschien een heel minimaal positietje opbouwen. Ik zou nog een klein beetje terughoudend zijn. De mensen merken het ook wel. Ik wil het vroeg of laat wel op gaan nemen, ook in die Toro. Maar dan heb ik echt die technische conformatie. Ja, dan heb je en meer die is er gewoon nog niet. Nee. Dan moet je terughoudend zijn. De conformatie richting een tatoeage was er ook nog niet. Maar we gaan kijken naar Neo. Nee. Het ging wel lekker met Neo. Het ging Ik denk, weer. Ja. Als, want er zat wel wat FOMO in, maar nog niet de FOMO die we bij andere coins hebben gezien. Neo. Oké, okay. Nou, je ziet eigenlijk toch wel dat het leveltje wel gewoon... Dat ze niet ergens random stoppen. En dat is wel wat ik graag zie. Heb je er dan al wat aan? Nee, maar je weet wel dat je levels technisch op de goede plek staan. Even kijken. Ja, is nog redelijk vroeg. Ik zie wel gelijk een trade. Die zal ik dadelijk intekenen voor jullie. Oké, okay, het is nu gewoon belangrijk om te kijken wat je zo snel mogelijk kan regainen. Dus let niet heel erg op de levels die er nu staan. Je bent nu echt lokale... De levels zijn gebaseerd echt op oude prijsactie. Ik moet even lokaal zo snel mogelijk iets regainen. En dat hebben ze hier letterlijk getest natuurlijk. Dat is die wick. Een wick vertelt je heel veel, hè. Een wick is er niet... Mensen onderschatten de informatie van een wick. Wij zeggen altijd wel, we treden de wick niet mee. Ik treed op de constructies. Maar de wick geeft wel iets aan. Bijvoorbeeld ook gisteren die Bitcoin dump. Daar kwam een uur of twee uur ervoor af. Had je die wick. En die wick, wat, zei al eigenlijk alles. Als je op de lage tijdsframe gaat kijken. Zie je ook gewoon dat bij de tweede dump, de echte dump. Dat ze nog 1-2 minuten even op dat wickje stoppen. Die verliezen, toen brak de hel los. Mm. En dat was eigenlijk gewoon, ja, hoe noemen ze dat? Je verklikkert je of zo, weet je? Dat is iets, het geeft gewoon letterlijk prijsactie weg. Dus dit is een belangrijk prijspunt, dit is een belangrijk prijspunt. Even kijken op een kwart. Ja, deze vind ik al nice. Is wel, even kijken, ik ga hem zo even inmeten hoor. Ja, vind ik wel, dan moet er wel, en dan zou Bitcoin nog wel iets geks moeten doen. Even kijken of ik een andere nog kan vinden. Ja, qua trades, DJ Sprays, terwijl Chris lekker aan het charten is. Je stelt niet op Bitcoin 8 orders, trade orders tegelijk in. Inderdaad, in zo'n volatiele markt word je uitgestopt. Net als bij die altcoins, wat ik in het begin ook al zei. Je trade voor trade. Net als dat je kijkt level voor level. Je gaat niet alle levels inplannen met een trade al direct. En als het spot orders zijn die gekocht worden, ja, dan heb je daar geen stoploss bij. Dus ik weet niet precies hoe je die geïnterpreteerd hebt. Misschien traden en investeren een beetje door elkaar gehaald of zo. Maar goed, normaal gesproken zou je daar op die manier geen last van moeten hebben als je het op de juiste manier doet. En DCA is dollar cost average. Daar hebben we genoeg video's over gemaakt. Als je intikt Dopey Cash dollar cost average of DCA, dan vind je die video's allemaal terug. Ja, ik zit al op de kwartier. Daar ga ik weer zitten pielen. Ja, die Chris die gaat door hoor. Ondanks dat de chat of wat ik doe. Ik kan hier de muziekkaart aanzetten, gek gaan doen en een feestje bouwen. Maar Chris heeft altijd zijn eyes op die chart hoor. Verandert niet. We zaten hier een keer een avondje met een paar admins. Flinke doorzakkertje. Iedereen lam en iedereen gezellig. En Chris had gaan chart op zijn gemakje. Al laat je hier een bom afgaan voor de deur. Chris is niet waar die chart weg te krijgen. Ja, dat is 1%. Waar zijn we mee bezig? Nee, die onderste is op zich legit. Hij is alleen nog een keer getest. Anders, de onderste, dat zijn dus allebei longs. Wat wil je terugtesten? Ja, dat mogen duidelijk zijn. Tot als gewoon het vorige gebied.
Hier verwacht ik interactie. Leveltje verwacht ik interactie. En het drop-off point verwacht ik interactie. Het probleem is, en dit gaan we nu bij alle altcoins zien, hoe ver komt de bounce? Eigenlijk wil je het startpunt van een laatste high wil je regainen. En dat geldt voor elke altcoin. Als je dat kan doen, is dat goed. En dan kan je meer groene prijsacties verwachten. Doe je dat niet, ja, dan is het wel gewoon een technische correctie. En dat daardoor een dump aan vooraf is gegaan, dat doet geen afbreuk aan dat hij nu reject. Hè? Want er ligt daar gewoon support en een support wordt resistance. Ja, als die resistance doet wat hij moet doen en jou reject, dan ga je naar beneden. Ja. Ik zie geen Mauro staan in de donaties, maar ik zie er wel twee die ik volgens mij nog niet op heb genoemd. Wat denken jullie dat StormX gaat doen? Nou, daar kunnen we even naar kijken. En Shitcoin Flipper die zegt, hey boys, genoten van de intraday volatility. Ja, zekers. Zekers. Daarnaast, oh ja, Mika over de TA, die hadden we meegenomen. StormX kunnen we eventjes naar gaan koeken. Dat kan. Ja, inderdaad, Mike. Muziek keihard aan. Wij gezellig hier doen. En weet ik veel wat. Chris had lekker Twitter postje te maken. Ja, goed. Dat is wat het is, hè. Zo gaat dat. Toch vind ik hem wel nice, die setup van Neo. Hij zat nog even in kans. StormX? Ja. 1000 duimpjes moet lukken, zie ik. Ja, dat zal wel zijn. StormX op Bittrex? Ja. Ja, heeft 1 tel. Dan ben ik ook weer helemaal... Even kijken. Ja, 1000 duimpjes, dat moet het doen zijn, inderdaad. Smash even op die duim allemaal, jongens. Bijna 800 duimpjes. Kleine moeite voor jullie, voor ons een groot plezier. En als je dat dan toch doet, abonneer dan ook gelijk even. StormX loopt de laatste tijd niet echt storm. Nee, ik zou hier gewoon vanaf blijven, maar... er is niets van sterkte, dus ik zit nu op de weekly, dan ga ik naar de daily. Oké, dit proberen ze vast te houden, dit is waarschijnlijk een andere kleur candle op een lagere tijdframe. Ik zit nu op een daily, dus een 4 uur kan nog. Die is al getest. Hier geprobeerd een nieuwe high neer te zetten, gereject op de daily. Gelijk naar de low. Zijn ze eerst naar de low gegaan? Nee, ze zijn eerst naar de low gegaan, daarna naar de high. Oké, dat is wel apart. Maar dit was een wick. Dit was ook een wick. Dus geen gain. Ik kom er zo op terug. Sprays. Ze verliezen nu letterlijk level. Niet instappen. Absoluut niet instappen. Je ziet hier inderdaad wel een constructie. Ik zou lekker tot deze terugtest wachten. Dit is echt vraag om problemen. Hij kan omhoog. Betekent niet dat je erin wil zitten. Als die level verliest. Je zou dit zelfs kunnen shorten nu. Maar ik zou dit niet kopen. Ja, tijd voor een feestje is het zeker. Ik ben laatst al eventjes wezen kijken. We hebben al opgeschaald van de kleine zaal naar de grote zaal. En dat wordt heel dik. Maar dat moet wel even kunnen natuurlijk. Dan gaan we dat zeker zo snel mogelijk doen. Wie zal er meer waard zijn? Chris of Barry? En dat is een hele interessante vraag. Maar ik denk niet dat je erachter gaat komen. Dat denk ik niet. DJ Sprays. Die legt me even uit wat er dus gebeurd is bij die keren dat hij werd uitgestopt. En ik weet gelijk al wat er aan de hand is. 38k had ik een buy, stoploss gehit. Volgende level ingepland, 34k buy, stoploss gehit. Volgende level ingepland, 30k buy, stoploss gehit. Level na level na level. Weet je hoe dat komt? Omdat je treedt tegen momentum in. Als je zo keihard omlaag gaat. Ten eerste zei ik het in de vorige livestream al. The way to go voor wat betreft treden is 100% short. Tot de kanteling van momentum is. Dus je moest sowieso niet longen in die prijsactie. En al helemaal niet in het momentum waarin we zaten. Want het momentum was gigantisch hard naar beneden. Dus dan ga je niet tegen een tsunami die op je afkomt proberen long te gaan. Dat gaat niet werken. En dat is de reden waarom je elke keer uitgestopt bent. Short was the way to go. Ja, maar het is ook heel makkelijk. Zolang er geen rotatie is. Zolang er geen gain is. Zelfs op een lage tijdsframe. Zo is het. Dan heb je technisch überhaupt aan niks te zoeken. En het is makkelijk lullen natuurlijk als je al zoveel verder bent als heel veel mensen. Maar het is niet zo moeilijk. Als het momentum en de prijsactie omlaag is, ga je short. Kan je long? Tuurlijk, het kan. Maar zeker niet in momentum. Zeker niet. Wat hebben wij nog meer op de list? Ontology. Rare week. Ja, Ontology is wiki wakey, zeg maar. Ja, maar heel vaak overal rare week. Ja. Deze is nog niet gekker, Chris. Deze is niet gekker. What the fuck is dit?
Nou, dit is gewoon een. Dit is een liquiditeitsprobleem op de exchange. Ik weet niet of die overal voorgekomen is. Dit is. In de vorige boelmarkt, 2017, 2018, zag je dit wel vaker. Fat fingers noem je dit dan. Het probleem is dat jij handmatig op Binance hier niet van had kunnen profiteren. Alleen met een bordje kan je dit. Apetje erin. Want jij kan niet 15 of 20% onder de huidige koers orders plaatsen. Dus dat kan alleen maar als het automatisch staat. Of dat je order er nog in staat. Ja, leuk. Maar voor de rest ook niet. Even kijken of het op andere exchanges ook gebeurd is. Bittrex, KuCoin, OKX. Kijk hoor. Is dit? Nee, dit is toch wel minder. Ja, hier is minder. Maar wel serieus hoor. Hier was die ook, Bittrex was hier ook 60%. Dat is dan waarschijnlijk in navolging op Binance. Ja, sick, insane. Maar niet meer dan een rariteit. Weet je, had je hier niet van kunnen profiteren. Je had hier niet op in kunnen stappen. Ja, als je het ziet door middel van een market order misschien. Maar ik bedoel niet... Maar dit is zo kort. Dit heeft er... Niet door middel van een vooruitgedacht plan. Ik kan naar de minuut gaan. Dit heeft er... eigenlijk nog wel langer dan ik dacht. Normaal is het maar 1 week. Als je achter de knoppen zat, dan had je... Heel snel moeten wezen. Ja. En dan is de vraag of je order nog doorkomt ook. Hè? Ja, want de prijs is daar inderdaad niet lang. En dan worden er ook niet heel veel orders gevuld op die manier. Maar goed, het is weer een mooie erbij voor op de wick chart. Want dat is wat het is. Gisteren ook met een slippage op Bitcoin. Dan druk je op... In dat soort prijsactie mag je wel met market orders gaan traden. Ja, moet ik eigenlijk niet zeggen. Dan ga ik mensen weer de verkeerde dingen aanleggen. Je treedt niet met market orders, nee. Mensen. Alleen, dan zie je gewoon, dan druk je hem in, is er zelf een slippage. Word je in één keer $1000 hoger gevuld en zo. Ja, dat soort rare dingen krijg je dan. Ja. Goed. Zoals beloofd. Ethereum moeten we natuurlijk ook even meenemen. Oh ja. Even kijken. Nog even één keer. Inderdaad, Bobby, en dat begrijpen heel veel mensen ook nog steeds niet. Hè? Ja, wat nou als er miners mee stoppen? Die discussie hebben we al zo vaak gehad. Als er miners mee stoppen, wordt het rekensommetje inderdaad makkelijker. Dan gaat dat veranderen. Eens in de 2 weken past dat zichzelf aan. Daarom is dit zo'n mooi systeem. Als je 1000 miners hebt die een moeilijke som op moeten lossen, en dan gaan er 900 weg, dan worden het er 100 die een iets makkelijker sommetje op moeten lossen om de verhouding in balans te houden. Dus dat maakt niet uit. Ja, maar we zijn er al mee begonnen. Er is niks aan Bitcoin veranderd. Nee. Bitcoin heeft er nog nooit zo sterk voor gestaan. Evenmin wat er gisteren gebeurd is. Maar de exposure, de ETF's, de instituties die erin zitten. Je denkt ook toch niet werkelijk dat grote partijen gisteren meegedaan hebben aan die dump. Dat hebben we al eerder aangehaald. Die kopen niet om 2 weken later te verkopen. Dat doen ze niet. Dat staat op de balans. Dat staat er lang en meerjarig. Wie hier de Sjaak zijn geweest. Ja, dat was gewoon retail. Ja. Retail en leverage. Dat is waar de pijn zit. Thanks, ik zal nog eens iets vragen. Haha. Alle potentiële levels konden toch gegained ook worden als terugtest. Als er veel orders lagen. Ja, natuurlijk kunnen er beneden echt wel legitte levels hebben gelegen. Alleen als je zo erg omlaag gaat. Je moet omlaag gaan om een long te kunnen vullen. Dat snap ik. Alleen als er zoveel momentum in de prijs zit. Dan ga je geen long zoeken. En dan is alsnog the way to go short. Als de trend omlaag gaat. The trend is your friend. Dat is niet een gezegde die wij verzonnen hebben. Dat is belangrijk. Je gaat altijd met de flow mee. Kan je dan een long oppikken? Dat kan. Maar in de basis zal dat niet snel een runner worden. Heb je toevallig de reversal te pakken? Nee, dan is dat meer toeval. Nee, maar. Waarom wil je de long oppakken? Ja. Dat is een hele simpele vraag die je zelf moet beantwoorden. Inderdaad. Waarom? Waarom wil je zo graag de long? Je wil de bodem. Als je een long aan het zoeken bent, dan wil je de bodem. Dan speel je de bodem. Dat kan niet anders. Inderdaad, ik denk dat je hoopte op die 38, op die 34, op die 32, dat de bodem was. Nou, en dan moet je je daarna afvragen, hoe groot is de kans dat jij precies de bodem eruit pakt? En wat is hier fout gegaan en wat kan ik daaraan verbeteren? Treed lekker met die trend mee. Het is veel makkelijker. Het is echt veel makkelijker om het op die manier te doen. En ik snap dat de koers omlaag moet als jij je long gevuld wil hebben. Maar dat doe je in wat rustigere prijsactie als wat we de afgelopen dagen hebben gezien. En niet in dit soort prijsactie. Maar goed, Ethereum. Ja, hetzelfde verhaaltje denk ik. Ja, Ethereum ging door het putje heen. Al mijn spot orders zijn gevuld. Nou ja, alle groene lijntjes die er staan zijn spot orders. En je ziet daarna dat die nog steeds...
De laagste stond op 2100. Ik dacht persoonlijk, die wordt nooit meer gevuld. Ik zat wel heel erg te kijken naar 2500. Zelfs toen we daar nog stonden, zijn de orders dus ook gewoon geplaatst. Ja, hoe ver zijn we uiteindelijk doorgeschoten? 1850. En je zag heel veel verschil op verschillende exchanges. Had ik hem graag voor dat bedrag willen kopen? Ja, dat is... Weet je, je moet wel onderscheiden. Spot en traden zijn twee totaal andere dingen. Ik ben super blij met die posities. Ethereum. Ja, zie ik ook gewoon een nieuwe high maken. Waarom niet? Ja. Dus alles wat ik nu heb ingeslagen, daar ga ik lekkere winst op maken. Short term. Ja, dan ga ik deze even allemaal weghalen. En dit is allemaal gebeurd. Zeker waar, Wesley. Goed dat je dat zelf ook ziet. Wesley Tennis, ik heb 1000% gepakt. Omdat ik wel de bodem heb geraakt. Maar meer geluk dan wijsheid. Dat is het. En dat is ook als wij een bodem hebben. Weet je wat daar het gevaar van is? Dat je het volgende keer weer gaat proberen. En de keer daarop weer. En weer. En maar ook daar ga je van leren. Ja, maar het gaat wel meer vaker fout dan dat het goed gaat. Gaan ze vanzelf van leren. Zo is dat. Je moet sommige dingen ervaren om ervan te leren. Ja. Wij kunnen zeggen wat we willen. Nee, maar je gaat sommige dingen pas. Nee, dat dringt niet door. Sommige dingen dringen door als je het meemaakt. Ja. Even kijken. Ik zit te twijfelen dus die en die. Wacht, ik doe het even zo. 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 Systeem houdt zichzelf in stand, JB. Don't worry. Zo. Ik denk dat dit ze zijn. Je moet even lokaal wel gaan kijken. Hè? Misschien dat ik het op de 5 minuten wat beter kan zien. Die andere leveltjes weg. Je zit nu in deze range. Druk is langzaam opbouwen naar boven. Of we gaan uitbreken, dat weet ik niet. Het enige wat ik wel weet is de leveltjes die er geplaatst zijn. Bevinden ze die zich onder de koers, dan zijn dat automatisch longs. Hoe lager je zit, des te beter je trade is. Betere RR, veiligere trade, makkelijkere stoploss. Wil je graag gevuld worden, wil je een scalpje, ga je wat meer naar de koers toe. Zijn dit de trades waard? Ja, dit is al de trade waard. Het is al 2,5%, breek je daarna uit, heb je 6% in de pocket. Dus dat is een mooie setup. Deze is, die is niet zo nice. Die zal ik weg. Die halen we weg. Dan zet ik er wel eentje even ergens tussen. Die. Dit zou een mooi boxje zijn. Dit zou geen gekke setup zijn voor een swing. Ik zou wel een klein beetje terughoudend zijn met swings. Waarom? Omdat er gewoon heel veel volatiliteit zit. Juist in dit soort prijsactie is het misschien zelfs makkelijker om eerst te gaan scalpen in plaats van te echt gaan swingtraden. Het probleem is dat mensen nu gaan swingtraden. Zeggen ze, oké, dit is een swing, dus die is al wat groter, is al wat meer ruimte qua prijsactie. Dan denken ze, ja kut, maar het is wel een grotere trade en hij gaat er net doorheen. Ik ga adden. Ja. Ik ga nog een beetje adden. En dan krijg je topzware posities, wil je niet. Dus wees heel erg selectief met je swing setups. Tijdens echt hevige volatiliteit bouw ik niet zo heel veel swings op meestal. Dat doe ik iets later in de range meestal. Maar ik ga het wel intekenen. Hoppa, staat hij. Oké, een paar kleine dingetjes om mee af te sluiten. Ik zag voorbij komen, waarom is het dan fout om de dip te kopen? Is toch juist verstandig? Ja, de dip kopen of momentum omlaag treden, dat zijn twee verschillende dingen. Spot en treden. Is spot koop je eigenlijk ook long, want je wil dat het omhoog gaat. Maar ja. Spot bijkopen als investering is iets anders als een long proberen op te pikken in momentum naar beneden. Ja. Treden en investeren moet je totaal los van elkaar zien. Bobby zegt, traden jullie privé ook soms op de 3 en 1 minuten chart? Zeker. Op alles wat wij daar doen, delen we in het leerprogramma daytraden en scalpen. Dat is gebaseerd op de 1 tot 15 minuten. Dat is de lower time frame. En dan zag ik er nog eentje van JBB. The trend is your friend until it ends. Nee, ben ik het niet mee eens. Want als die trend eindigt, krijg je weer een nieuwe trend. En dan is die trend ook gewoon weer je friend. Ja. Dus de trend is altijd je friend. En daar moet je aan houden. Goed, voor nu wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. We zitten op bijna 1000 duimpjes. Dat is tof om te zien. 908 duimpjes. Die anderen kunnen daar ook zeker nog wel eventjes bij, denk ik. Smash allemaal even op die duim. Is een blijk van waardering voor ons. En rank de video weer wat hoger in YouTube. Abonneer even op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En onder aan de video komen uiteindelijk alle links richting www.dopiecash.nl.
vind je onder andere onze cursussen, de leerplatformen, ons Discord-kanaal die iedereen kan joinen, Excel-sheets die je kan downloaden, 1-op-1 sessies die je kan boeken. We krijgen er heel vaak vragen over, maar alles staat op onze website. Bedankt voor het kijken en we zien jullie heel graag de volgende keer. Laters. Laters. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song and let me sing for